Beethoven slaapt diep. Dames en heren in de studio en dames en heren thuis, hartelijk welkom bij Van Je Vrienden Moet Je Het Hebben. Ja, en hier zitten ze dan. Deze week is onze enige echte eigen Leontien de hoofdgast van vanavond. Voordat we jullie teams verder gaan voorstellen, halen we eerst Leontien er even bij. Ik blijf het toch heel spannend vinden, want ze zit hier nu in een hypnoseslaap. Ze kreeg totaal niets mee van wat hier in de studio tot nu toe gebeurt. En dat klinkt natuurlijk heel vreemd, maar dat is nou eenmaal wat hypnose met je kan doen. Zeker als je onze hypnotiseur Jos Klaus zijn gang laat gaan. Dus laten we eerst maar eens even kijken wat hij bij Leontien op zo'n testdag al weet te bereiken. Hypnotiseur Jos Klaus, die al meer dan 30 jaar met hypnose werkt, test of Leontien geschikt is. Je zult merken, Leontien, dat je dan ook je armen kunt ontspannen. Tot in de toppen van je vingers alles loslaten. 3. Je zakt dieper, Leontien. Steeds dieper in die rust. Hij kijkt hoe snel ze in en uit hypnose gaat. En of ze in hypnose opdrachten kan uitvoeren. Je bent staal. En als ik in mijn vingers klik, laat je je stijf als een stalen balk achterover vallen. Ik vang je op. Druk je armen vast in je lichaam. Je benen vast in elkaar. Nog vaster, nog vaster, nog vaster. Steeds vaster en vaster. Niemand is sterk als jij. Je kunt 100.000 kilo dragen. Je buigt geen millimeter door. En wat men ook probeert, jij kunt het. Jij kunt het. Niemand kan het omlaag drukken. Niemand.